En welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik dus een shoplog. Ik ben namelijk afgelopen tijd naar de nieuwe Primark in Groningen geweest. Naar de Action, zelfs twee keer. En naar de Kruidvat. En ik laat even jullie zien wat ik allemaal daar gekocht heb. En ik heb ook nog iets leuks voor jullie. Ik heb namelijk weer een winactie georganiseerd. Maar daarover horen jullie aan het eind van de video. Dus dat. Laten we snel beginnen. Oh nee, wacht even. Laten we nog niet beginnen. Alles wat ik heb gekocht is in deze tas. Dus alles zit kriskras door elkaar. Excuses. En oké, dan kunnen we nu wel beginnen. Oké, als eerste tover ik deze zonnebril uit. En dit is dus mijn nieuwe zonnebril. Omdat ik nog niet genoeg zonnebrillen had. Maar goed, ik zag deze. Deze heb ik bij de Kruidvat gekocht. Hij is €9,95. Ik vind hem echt super tall. Ja, ik ben er echt super blij mee. Hij voelt echt heel goed. Heel stevig. Dan heb ik iets bij de nieuwe Primark gekocht. En dat waren deze schoentjes. Even kijken. Hij was op een donderdag was hij geopend. En ik geloof dat ik daar... Oh nee. Hij was op een dinsdag geopend. En ik ben er toen donderdag op koopavond heen gegaan. En het was super mega druk. Dus ik heb maar twee of eigenlijk drie dingetjes gekocht. Waarvan deze schoentjes. Ik heb zeg maar mijn eigen zwarte zolen erin gedaan. Want ze waren veel te groot. Dit is maat 36 en ze waren veel te groot voor mij. Dat is echt heel erg bijzonder. Dus ze vallen heel erg groot uit. Maar dit is de uitzien. Hier zie je dus je voet doorheen. En je tenen zie je niet. Dus dat was wel heel erg fijn. Want ik hou het niet echt van als je tenen heel overduidelijk zichtbaar zijn. En ze hebben zeg maar van die... ja, hoe heet dat materiaal? Ja, ze zijn een soort van... Ja, hoe heet dat nou? Een soort van hooiachtig of zo. Het zijn echt van die neppe espadrilles, zeg maar. Deze waren €11. En bij de Primark heb ik ook nog een shirtje gekocht. Ik vond deze echt heel schattig. Een heel mooi kleurtje. Het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een shirtje met van die, ja, zonder mouwen. En deze was €2,50. Dus ik dacht, waarom niet? En dan heb ik bij de Kruidvat nog koekjes gekocht. Ik heb deze mini jodenkoek gekocht. Mini, ja, jodenkoek, maar dan de mini versie ervan. Deze was afgeprijsd van €1,50 naar €1. En ik heb ook mini Oreo's gekocht. Deze was afgeprijsd van €3 naar €1,30. Dus ik ben heel erg naar benieuwd. Ik ben altijd op zoek naar koekjes zonder melk. En deze waren allemaal zonder melk. Allebei. Zonder melk. En ja, deze ga ik lekker opeten. Zoals ik al zei, ben ik ook naar de Action geweest. En daar heb ik onder andere deze nep bloemetjes gekocht. Dit is gewoon heel erg leuk voor om foto's te maken voor op je Instagram of op je blog of zo. Daar heb ik het voor gekocht. Deze waren €0,95. Bij de Action hebben ze best wel veel van dat soort neppe bloemen. En ik heb ook al meerdere neppe bloemen ervan gekocht. Want dat vind ik gewoon handig. Gewoon voor de foto's. Het geeft net even dat extraatje. Dus deze heb ik bij de Action gekocht. Verder heb ik ook deze plakband gekocht. Ik had zeg maar zo'n papierachtige plakband nodig die je makkelijk eraf kon halen en makkelijk kon scheuren. Ik ga namelijk binnenkort een do-it-yourself project doen. En daarvoor had ik zo'n plakband nodig en deze was €0. Bij de Action heb ik ook deze springtaal gekocht. Ik ben namelijk van plan om wat meer te gaan sporten. Maar dat is tot nu toe nog geen succes. En ik dacht van, nou weet je, als ik een springtaal koop, misschien ga ik dan wel sporten, bewegen, springen, weet ik veel. Dus deze heb ik gekocht in de kleur blauw. En ik weet even niet meer wat deze gekost heeft. Nee, ik heb ook geen bonnetje meer, of wel? Nee, ik heb geen bonnetje meer. Volgens mij was deze iets van €3. Ik denk €3. Zo staat me bij dat deze €3 is, maar geen idee. Ik heb ook dus deze acrylic varnish gloss topcoat dingetje gekocht. Deze was €1,40 of €1,80. Ik weet het niet meer. Oh, volgens mij heb ik daar wel een bonnetje van. Dat is €1,50. Deze is €1,50. En dit is een soort van een glans topcoat. Dat is ook voor mijn do-it-yourself project. Want ik wil iets glanzend maken. Dus dat, maar dat komt wel binnenkort. Of nee, binnenkort. Ik ben dit echt al zo lang van plan om te doen. Maar in één keer bedacht ik me dat ik het glanzend wou hebben. Dus daarvoor heb ik dit gekocht. Dus in principe heb ik geen smoesjes meer om het niet meer te doen. Dus ik ben binnenkort van plan om het op te nemen. En dan zien we het zelf wel verschijnen
op mijn kanaal. En ik heb ook zo'n mandje gekocht van de Action. Natuurlijk, tegenwoordig koopt iedereen dit mandje van de Action. En dat was ook mijn allergrootste reden dat ik het gekocht heb. Want iedereen heeft het, dus ik moest het ook hebben. Maar toen keek ik ernaar, toen dacht ik, nou misschien is dat wel heel erg leuk om foto's mee te maken. Om hier even wat op te zetten of iets in te doen of een bloemetje hierin te doen. En dan, ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ermee ga doen. Maar deze was €1,30 of €1,40. En ik heb hem dus in de kleur roze. Maar ik heb begrepen van de rest dat er echt heel veel kleuren aanwezig zijn. Ook rosé, goud en wit en zwart en bla bla bla. Maar ik heb hem dus in het roze. En in de Action waar ik was hadden ze het alleen in het roze en in het blauw. Natuurlijk ga ik dan voor roze. Dan heb ik bij de Kruidvat nog zo'n mega voordeel verpakking van deo. Rexona deo. Rexona deo is echt mijn favoriete deo. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon heel erg lekker. En het is alcoholvrij. En ja, als je alcohol in je deodorant hebt, dan kan het heel erg vervelend zijn voor je okseltjes. Maar deze is dus zonder alcohol en daar ben ik altijd op zoek naar. Oké, te lang verhaal over deo. Deze mega voordeelverpakking was €6. Dus het was €2 per stuk. Dat is wel een stuk voordeliger. En dan zijn we alweer bij het laatste aangekomen wat ik bij de Kruidvat heb gekocht. En dat is ook meteen mijn winactie, wat ik voor de winactie heb gekocht. Ik was dus in de Kruidvat en toen zag ik deze. En ik dacht van, wow, want weet je, ik ben volgens mij de enige op de hele wereld die dit nog niet heeft. En ik dacht, ik hoop het. En toen zat ik in de auto en ik dacht, weet je wat? Nou, ik had eerst alleen deze. Toen zat ik in de auto en ik dacht, weet je wat, is het niet leuk voor een winactie? Dus ik heb nog één erbij gekocht. En ik ga ze allebei weggeven. Dus ik heb er alsnog geen één, maar de details. En dus deze twee oogschaduwpaletjes geef ik weg. Oké, hoe vaak ga ik dit herhalen? En de winactie haal ik op mijn blog. Dus kijk even in de beschrijving, klik even op dat linkje en alles wat je moet weten voor de winactie, hoe je mee kan doen, etcetera, dat staat allemaal in het artikel van mijn blog. Heb je deze nog niet en wil je deze graag winnen? Kijk dan even op mijn blog. Het gaat trouwens over de I Heart Chocolate Salted Caramel Palette. Deze is nieuw. En de Death by Chocolate. Deze was al eerder uitgebracht. Dus dat. En dat waren alweer al mijn aankoopjes. Ben ik iets vergeten? Nee, denk ik niet. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En yes! Vind je het leuk? Laat dan even een reactie achter bij de comments. Dat vind ik altijd super leuk om te lezen. En abonneer je ook even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan, ja, dat is super leuk. Oké, doei!